Kijk, dat die man zo gek doet. Een beetje psychiatrisch. Maar dat stoort mij niet. Dat moet hij maar weten. En ik zet gewoon dat geluid uit. Trouwens, ook bij televisie ook meestal. Dus. Jack van Gelder is weggelopen. Ik probeer hem... Serieus? Ja, ik begrijp dat hij het pand heeft verlaten. Heeft mee zitten luisteren. Ik was even weg. Hij is, ik kan me voorstellen dat hij dat... Of niet? Ja, ik kan me voorstellen. Maar kinderachtig, zeg. Nee, ik ben hier geen presentator. Maar jij zei, en ik mag hopen dat een slip of the tongue is... U gebruikt het woord psychiatrisch, geloof ik. Ah... Ja, maar dat maakt toch allemaal niks uit. Ik bedoel, het gaat toch niet om een persoon. Ik vind het een hele aardige gozer. Ik kan heel goed met hem overweg. Dat zou mij wel uitmaken. Dat geldt voor jou en ook en voor jou ook. Maar ik kan wel meningen hebben over zijn werk. Ja, zeker. Over zijn journalistiek. Zeker. En als ik dan zeg, dat geschreeuw met het gebral met die bergkamp, dat vind ik psychiatrisch. Dan mag ik dat toch zeggen? Je mag van mij alles zeggen. Dan maar moet hij niet zo kinderachtig doen om hier niet te komen. Maar je mag er toch ook boos over zijn? Je mag er ook zeggen, boos, van, daar heb ik geen zin in. Ik vond eerlijk gezegd de taak van de presentatoren om te zeggen dat dat woord onjuist was. En dat vind ik. Maar de rest mag je alles zeggen wat je wil. Dat mag Johan ook. Kijk, over mij. Anders lopen de presentatoren ook nog weg. Ja, ja. Goed. Maar, ik vind het leuk. Dat mag een keertje op Radio 1. Ik vind wel dat wij in de journalistiek de laatste moeten zijn die boos worden en die weg moeten lopen. Hoor. We hebben over werkelijk iedereen een mening en we roepen van alles en dan zijn we zelf een keer aan de beurt. Als ik hier binnenkom, zeg maar, dan heb je die zuurpijn ook. Kan mij dat nou schelen als je dat zegt?